Ik ben niet van mening veranderd. De regering moest mij overtuigen waarom de wetsaanpassing van de omzetbelasting nodig was. Zo reageert NPS-parlementariër Patricia Etnel in een gesprek met onze nieuwsdienst. De volksvertegenwoordiger reageerde eerder fel op aanpassing van de wetgeving. Ze stemde uiteindelijk voor bij de wetsaanname. De regering moest mij overtuigen waarom de wet omzetbelasting belangrijk is. Ten tweede was het voor mij belangrijk, kunnen we het tijdsbestek voor de implementatie van die wet niet verschuiven. En verder, hoe gaan wij eraan werken dat sowieso het sociaal vangnet verbeterd wordt. De minister is daarop ingegaan. Ten eerste heeft de minister aangegeven dat als we kijken naar de situatie in het land, dat weten we, productie is een probleem, we krijgen heel weinig geld binnen. Verder heeft de minister ook aangegeven, gaan we door blijven lenen zoals we dat hebben gehad de afgelopen jaren. Dat betekent dat we richting een grote ravijn gaan. Weet je, internationaal zijn we al in de rode kaart en we hebben dan de belastingen. En de minister heeft ook aangegeven, als we kijken naar de wet omzetbelasting, dan zal die omzetbelasting niet gelden voor de basisgoederen. Dat heeft hij duidelijk aangegeven. Etnel zegt verder dat de samenleving moet snappen dat met name de gezondheidszorg met grote problemen zit. Het geld daarvoor moet volgens de parlementariër geïnd worden. Het was daarom volgens haar nodig dat de regering een goede uiteenzetting moest geven van de noodzakelijkheid van de aanpassing van de belastingwetgeving.